Dat is Lennart Vierendeels. Hij is handelsingenieur van onze Solvay Business School. Hij is eigenlijk gepassioneerd door technologie. En is sinds 2015 ook innovation manager van Brubotics en het IMEC. Hij is bezig met een spin-off op te richten. Husk, met dubbele K geschreven. Waar een nieuwe generatie exoskeletten zullen gemaakt worden. Dus worden wij allemaal een homo roboticus... Lennart, aan jou de eer om het ons uit te leggen. Ja, dankjewel. Dat zal ik, ik zal direct ook het antwoord geven. Worden we allemaal een homo roboticus? Ik denk het wel. Ik ga dat vandaag proberen ook te tonen. Nu, misschien moet ik eerst nog eens hebben over robots. Want dat is natuurlijk ook weer zoiets. Als ik over robots begin, dan beginnen mensen daar snel over te fantaseren. En dat is altijd al zo geweest. Hè. Dit was de allereerste verkochte commerciële industriële robot. De jaren 50, jaren 60. En toen ook dacht de mens van, oh, het gaat nu niet lang meer duren voordat iedereen bij hem thuis zo'n robot heeft staan die bijvoorbeeld 's ochtends zijn boterhammen gaat smeren voor hem. Ik heb mijn eigen boterhammetjes nog gesmeerd vanochtend, ik denk jullie ook. Dus het gaat niet altijd zo snel als dat we denken. Hè. En daar is ook een reden voor. Het is niet gemakkelijk om een robot te maken. Misschien heel kort waar ik vandaan kom. We zijn hier aan de VUB heel sterk in zaken robotica. We hebben daar ook Brubotics. Brubotics verzamelt verschillende onderzoeksgroepen die werken rond robotica. En we werken specifiek rond human-centered robotics. Dus robots om mensen te gaan helpen, te gaan ondersteunen en te gaan samenwerken met de mensen. En we doen dat op een heel multidisciplinaire manier. Dus we hebben ingenieurs die robots bouwen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld revalidatiewetenschappers hier op de campus zitten die kijken hoe kunnen we robots gebruiken in neurologische revalidatie. Fysiologen die kijken wat gebeurt er in het lichaam, sociologen die kijken naar acceptatie enzovoort. En samen kunnen we echt wel heel mooie projecten doen en ik ga er straks een aantal voorbeeldjes tonen. Nu, eerst even terug naar die robot. Jullie kennen waarschijnlijk dat soort van filmpjes wel, hè? Altijd heel indrukwekkend om te zien. Maar de realiteit is altijd wel iets genuanceerder. Hè? Dat is vaak filmpjes, iemand zit daar op de knoppen te duwen wat die robot moet doen. Dat is in perfecte omstandigheden. We zijn nog heel ver van een robot die alles kan gaan doen overal. En eigenlijk is de realiteit dichter bij dit. Hè. Dit is van 2015, dat is al even geleden, maar ook niet zo lang geleden. Hè. En dat was een wedstrijd van het Amerikaans leger, hè, de beste robots ter wereld, die eigenlijk relatief eenvoudige taken gaan proberen doen. En dan zie je dat die robots daar toch echt nog altijd moeilijk mee hebben. Een deur open doen, stappen, aan een kraan draaien, dat zijn allemaal zaken die voor ons evident zijn, maar voor die robots toch altijd heel, heel moeilijk zijn. Dus als jullie schrik hebben dat robots de wereld gaan overnemen, doe gewoon jullie deur toe. Ze gaan niet binnen kunnen en die zijn veilig. Ja. Nu, daartegenover staan wij als mensen. Ik hoef jullie dat niet uit te leggen als dokters. Ons lichaam zit ongelooflijk goed in elkaar. We zijn ongelooflijk energieefficiënt. We kunnen onszelf herstellen. We zijn ongelooflijk flexibel, lenig. En wij kunnen de zotste dingen gaan uithalen. Ja, ik kan dat nu ook niet, maar misschien dat er een aantal onder jullie dat wel kunnen. Alleszins, het is ongelooflijk indrukwekkend. Maar natuurlijk hebben wij daar als mens ook miljoenen jaren evolutie voor achter de rug gehad om dat te kunnen. Dus het is ook normaal dat we dat niet zomaar even rap in een robot kunnen gaan kopiëren. En zeker omdat een robot, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen die samenkomen. Je hebt daar hardware nodig en intelligentie. En op die twee vlakken is nog ongelooflijk veel werk. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de hardware van een robot, het lichaam van een robot, dat is zeer belangrijk. Maar dat is ook, godverdomme, moeilijk. Hè. Dit is een videootje van een kat die aan het stappen is. Hè. Wat is daar nu bijzonder aan? Die kat die heeft geen... wacht, ik ga even terug. Die kat die heeft geen hersenen meer. Hè. Dus je ziet dat die kat, ondanks dat, toch nog altijd relatief normaal... stapt. Dus dat lichaam zit eigenlijk al heel intelligent in elkaar. Dus dat is al een groot stuk van de uitdaging als we een robot willen bouwen. Ja, om dit te kunnen tewerkstelligen, dat is niet zo eenvoudig. En ook als je kijkt naar de samenstelling van de robot en de mens. Ja, de mens is nog altijd zoveel beter dan een robot. Hè. We hebben meer dan 800 spieren in ons lichaam. Wij kunnen geen 800 motoren in een robot steken. Dan gaan we enorme batterijen nodig hebben, enorme rekenkracht nodig hebben. Dan gaan we hitte produceren. Dat is gemaakt uit zeldzame materialen, terwijl wij gemaakt zijn uit de meest voorkomende materialen. De hersenconnecties die we hebben, dat is nog altijd een orde groter dan wat we met de beste computerchips kunnen doen. Dus we zitten ook naar die hardware, zitten we echt nog wel ver voordat we naar een robot kunnen komen die even goed is of die de mens gaat benaderen.
ook naar intelligentie. Dan ga je misschien denken, ja, we zijn daar toch al serieuze stappen aan het zetten. Heb je bijvoorbeeld ChatGPT, dat is nu de hype natuurlijk. Daar zie je ook, het is indrukwekkend wat dat kan doen. Het is bijvoorbeeld een lijst van ingangsexamen of van examens die ChatGPT heeft afgenomen. Wat dat, bij de meeste slaagt hij er toch al in om daar door te zijn. En zeker in de nieuwe versie, dat is met de rode bar, slaagt ChatGPT voor de meeste examens, ook biologie. Dus ik vraag me af wat dat het voor het ingangsexamen geneeskunde zou doen. Het blijft wel gewoon een tekstgenerator. Het gaat gewoon voorspellen wat het beste volgende woord is. Je moet daar geen diepgravende dingen aan gaan vragen. Al kan het misschien ook wel voor artsen een tool worden. Bijvoorbeeld, hoe breng ik een moeilijke boodschap aan iemand? Misschien kan je daar inspiratie uit halen bij ChatGPT. Maar enfin, ik zou toch nog altijd liever een dokter hebben die mij dat persoonlijk zegt dan dat ik het zo zou moeten lezen van een tekst. En een voorbeeldje van hoe dat robots toch nog altijd vrij dom zijn. Dat is Marnix, dat is een hondjepuppy. Hondjes zijn altijd, in het begin moeten die nog zinnelijk worden. Nog pipi, kaka overal. En ik heb ook een stofzuigrobot. En ik kan u garanderen, als je die twee in dezelfde ruimte zet en die zijn gevoeg begint te doen en de robot ook rondrijdt, dat geeft nogal spectaculaire resultaten. En ondanks dat die robot vol zit met radars en camera's enzovoort, toch rijdt hij daar gewoon over en is die intelligentie toch nog wel heel beperkt. Dus een allesomvattende robot, zoals Elon Musk wil gaan maken, good luck, dat zal toch nog niet vanmorgen zijn. En daarom dat wij zo geloven in die homo roboticus. Wat is een homo roboticus? Voor ons is dat eigenlijk een poging om die mens en die robot te gaan samenbrengen. We gaan de sterktes van de mens gaan proberen te combineren met de sterktes van de robot. De flexibiliteit, de handigheid van de mens met de kracht, de duurzaamheid van de robot. En wij doen dat op verschillende manieren. Ik ga een aantal voorbeeldjes geven van onderzoek bij ons. Dit is bijvoorbeeld zijn exoskeletons. Voor onderste ledematen, bijvoorbeeld mensen die beroerte hebben gehad, terug te leren stappen, of voor mensen die verlamd zijn, terug te laten stappen. Al heel indrukwekkend, ook hier in het UZ gebruiken ze al zo'n robot voor neurologische revalidatie. Zeer mooi, nu gaan we nu al heel snel mensen op straat zien lopen met zoiets. Nee, dat gaat nog 20 jaar duren, zeker, voordat we verlamde mensen bijvoorbeeld met zoiets kunnen laten stappen. Maar het is toch een mooi voorbeeldje van zo'n homo roboticus. Iets anders, is ook weer bij de revalidatie een robot van ons die we gaan gebruiken voor functionele revalidatie, om mensen bepaalde handelingen terug aan te leren. En wat is het bijzondere hier, is dat we die robot een sense of touch gegeven hebben, dus die kan voelen wat dat de patiënt gaat doen. Dat is ook heel belangrijk als we de intentie van de patiënt willen weten. En de intentie is heel belangrijk voor de hersenbanen terug te leggen. En we willen natuurlijk ook dat de robot niet te veel ondersteuning gaat geven, zodat de patiënt niet meer aan het trainen is. Het hoeft niet alleen in de gezondheidszorg te zijn of de revalidatie, kan ook op de werkvloer. Dit zijn voorbeelden van onze exoskeletons voor de industrie. Hier gaan we mensen gaan ondersteunen die fysiek zwaar werk doen. Bijvoorbeeld om hun schouders te gaan ondersteunen of hun rug te gaan ontlasten, zodat ze niet met rugpijn naar huis moeten aan het einde van de dag of met een hernia in de zetel eindigen. En dit is misschien nog het mooiste voorbeeld van een homo roboticus. Dat zijn onze protheses. De huidige beenprotheses die er vandaag zijn, dat is eigenlijk nog niet zo heel veel verschillend van gewoon een houten been. Je ziet, dat is iemand met zijn huidige prothese. Moet je echt het hele lichaam gaan gebruiken om dat been vooruit te slepen. Past zich ook totaal niet aan snelheden en hellingen enzovoort. Dus we hebben echt naar die robotbenen toe. We zijn daar echt wereldleiders in hier aan de VUB. Ja, we kunnen toch wel heel mooie dingen doen. En dat is misschien nog de ultieme vorm van een homo roboticus natuurlijk. Het hoeft ook niet alleen te gaan over fysieke ondersteuning. Het kan ook gaan over mentale ondersteuning en mentale belasting gaan wegnemen. Bijvoorbeeld met behulp van augmented reality. We hebben hier een project gedaan waar we neurochirurgen, orthopedische chirurgen met behulp van augmented reality gaan helpen tijdens het uitvoeren van de chirurgie. Bijvoorbeeld hier in dit geval voor het plannen en het navigeren tijdens de chirurgie. En op die manier kunnen we de mentale belasting weg een beetje gaan verminderen bij de chirurg. We kunnen augmented reality ook gaan gebruiken bij patiënten om bijvoorbeeld revalidatie leuker te maken door daar een zekere gaming element aan te gaan toevoegen. What's next? Misschien dat we binnenkort allemaal wel gaan
ja, een robot in huis hebben die onze boterhammetjes gaat maken. Ik weet niet of dat afspeelt. Ik wil niet afspelen, jammer. Dat zijn robots die de was ophangen. Dus misschien dat we binnenkort wel de robot bij ons thuis hebben die de was ophangt en die de boterhammetjes smeert. Maar ik denk het niet. Of toch nog niet voor direct. Maar we zijn wel aan het werken aan die Homo Roboticus. Dat is geen verre toekomstmuziek meer. We hebben bijvoorbeeld een spin-off opgericht, Axillus Bionics, die onze bionische protheses op de markt brengt. Dus die kan je vandaag gaan kopen als patiënt. En dat is toch echt wel een revolutie, een revolutionaire nieuwe voet die ze op de markt gebracht hebben enkele maanden geleden. En ik zelf ben ook bezig met het oprichten van een nieuwe spin-off, Husk, die dus nieuwe generatie industriële exoskeletons op de markt gaat brengen om fysiek zwaar werk te gaan ondersteunen. Dus worden we allemaal een Homo Roboticus? Ik denk het wel, op verschillende manieren, verschillende toepassingen, maar meer en meer gaan wij als mens versterkt worden door technologie. Dank u wel. Dank u wel, Leendert. Zijn er vragen uit de zaal? Ik zie al direct een hand omhoog gaan. Micro. Ja, ik was al bezig, ja. Ik heb een kleine vraag. Ja, het is eigenlijk een soort idee dat in mij opkwam. En jij bent bezig met die exoskeletons. Wat heel interessant is, by the way, om het te ondersteunen van zware beroepen. Maar dan denk ik, waar ligt de grens natuurlijk? Hè? Wat is een zwaar beroep? Hoe ver kan je gaan om een lichaam te ondersteunen? Komen we dan niet al snel in een nieuwe wereld waar mensen dus exoskeletons kunnen dragen om hun performances te verbeteren? En dan dacht ik ook ineens, en misschien ver weg, aan Formule 1. Formule 1 drijft eigenlijk de performance van auto's door eigenlijk in competitie met elkaar in competitie te gaan. Nu, denk jij als ontwikkelaar van exoskeletons dat het misschien mogelijk is dat het onderzoek beter en sneller kan worden als we sporten ontwikkelen waar tegen elkaar compete gaat worden met exoskeletons? Een letterlijk voorbeeld: bergbeklimmen, maar dan met exoskeletons. Hoe kunnen we dat eigenlijk verbeteren? En hoe kan door competitie onderzoek eigenlijk versnellen? Ja. Voilà. Ja, je kan dat soort van technologie wordt al gebruikt in sport. Je hebt van die exoskeletons om mensen te helpen skiën bijvoorbeeld. Dat bestaat al. Ik heb al redelijk wat mensen daarmee zien skiën. Er bestaan ook al verschillende sportwedstrijden rond bionische technologie. Je hebt de Cybathlon, die volgend jaar denk ik weer in Zurich gaat gebeuren. Een soort van Olympische Spelen voor atleten die dan niet met een gewone prothese gaan stappen, maar echt met een robotvoet bijvoorbeeld. Dus er bestaan al zo'n dingen en dat wordt inderdaad gebruikt om dat onderzoek, die technologie, echt nog een stap vooruit te duwen. En het leuke is dat ze daar echt bijvoorbeeld focussen op taken van het dagelijkse leven en niet gewoon zo rap mogelijk 100 meter lopen, maar bijvoorbeeld met een prothesehand een licht inschroeven in een lamp. Dus ja, dat gebeurt al, dat helpt zeker. Gaat dat nu een groot verschil maken als er meer van die wedstrijden komen naar de ontwikkeling? Nee. Bijvoorbeeld voor die exoskeletons, voor de industrie, de markt vraagt ernaar, die markt is groot. Er zijn heel veel bedrijven die er komen. Ik denk die concurrentie op zichzelf is al voldoende om die markt vooruit te sturen. Maar het bestaat eigenlijk al, dus voor Skepto Exo Games bestaat ook al binnenkort. Dus het bestaat al. Zijn er nog vragen? Ik heb één vraagje, Leendert. Wij hebben in het ziekenhuis stalen verpleegsters. We hebben ook gewone verpleegsters, maar we hebben ook een stalen verpleegster. Maar zie jij zo exoskeletons binnenkort op de schouders van onze verpleegkundigen om patiënten te helpen? Ik denk dat dat zeker een optie is. Natuurlijk, ik weet bijvoorbeeld voor chirurgen is het ook zeker een interessant iets. Zeker als je lang voorover gebogen staat. Voor echt met patiënteninteractie. Je zit natuurlijk met zo'n exoskelet, dat is wel ook een structuur dat je moet gaan dragen. En dat we dan echt moeten kijken van, ja, ga je de patiënt niet raken met dat exoskelet of pijn gaan doen? Je moet ook heel veel bewegingsvrijheid dan hebben. En daar zijn we vandaag wel nog niet aan toe om echt dat op een voldoende manier te kunnen doen met exoskeletons. Dus voorlopig nog niet, maar binnen 10 jaar waarschijnlijk wel. Ja, van boven is nog een vraag. Mijn vraag gaat eerder over misschien een ethisch aspect. We hebben nu een filmpje gezien van parkour waar dat menselijk lichaam in staat is tot heel veel.
En ik vraag me af, wordt er ook nagedacht over het feit dat een exoskelet misschien de mens kan verzwakken en misschien ervoor gaat zorgen dat mensen gemakkelijke oplossingen kiezen waar dat ze zichzelf misschien niet genoeg uitdagen en daardoor het potentieel verliezen? Ja, dat is de vraag die we veel krijgen. Hè. Dus bij de exoskeletons, zeker die dat er vandaag zijn, gaan we niet de kracht volledig wegnemen. We gaan enkel eigenlijk zorgen dat die piekbelastingen eruit zijn. En dat echt die gevaarlijkste krachten die op je rug gaan inwerken, dat die bijvoorbeeld weggenomen worden. Maar je rugspieren zelf, die zijn wel nog altijd aan het werk. Dus het is niet zo dat we daar opeens echt spierverzwakking enzovoort gaan krijgen. We gaan gewoon die hele gevaarlijke lasten proberen wegnemen. Nu, in de toekomst, als we echt naar echte robots gaan, die echt bijna Iron Man-achtige toestanden, dat gaat er ook wel aankomen, dan gaan we daar inderdaad wel voorzichtiger mee moeten zijn en goed moeten kijken hoe dat we dat gaan inzetten. En hetzelfde is ook, als je nu zo'n exoskelet in een fabrieksomgeving gaat zetten, wil je dan dat de mensen meer gaan werken omdat ze zo'n exoskelet dragen? Ah ja, nu kunnen ze wel dat zwaar werk gaan doen. Ja, dat is ook niet helemaal de juiste manier om na te denken. Ja, dan ga je een stuk van de voordelen teniet doen. Dus daar is zeker een nodige ethische vragen bij te stellen. Absoluut. Ja. Dank u wel. Dan gaan we hier afsluiten omwille van de gekende tijdsredenen.